Er valt veel te lezen uit het woord van God als het over Israël gaat. Maar wij slaan als eerste op uit het Oude Testament, Deuteronomium 7. En wij lezen vers 1 tot 10. En daarna komen we bij de Romeinenbrief, hoofdstuk 9, vers 1 tot 5. En wij lezen ook hoofdstuk 11, vanaf vers 13. Deuteronomium 7, vers 1 tot 10, Romeinen 9, 1 tot 5 en Romeinen 11 vanaf vers 13. Deuteronomium 7 vanaf vers 1. En er staat boven in de herziene Statenvertaling hoe Israël zich moet gedragen ten opzichte van de Kanaanieten. Wanneer de Heer uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Girgazieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heer uw God hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en u niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want ze zouden uw zonen van achter mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de Heere tegen u ontbrandt en hij u al snel wegvaagt. Maar zo moet u met hen doen. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden. Want u bent een heilig volk voor de Heer uw God. De Heer uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u, en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in duizend generaties. En hij doet vergelding aan ieder van hen die hem haten, door hem om te doen komen, hem persoonlijk. Hij zal tegenover wie hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. We zouden door willen lezen, maar we slaan het Nieuwe Testament op. Brief van Paulus aan de Romeinen. Bekende hoofdstuk 9 tot 11. En wij lezen allereerst hoofdstuk 9, vers 1 tot 5. Paulus schrijft daar door de geest van God geleid. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. En dan lezen we hoofdstuk 11. Misschien kent u juist ook die hoofdstukken 9 tot 11.
gaat steeds over die weg die God gaat met Israël. En wij lezen vanaf vers 13, hoofdstuk 11. Want tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn ze afgerukt. En u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echte goede tierenheid, als u in de goede tierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij, die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom? Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Tot zover het lezen uit het woord van God in deze leerdienst vanmiddag. Wij hebben in de reformatorische belijdenisgeschriften niet een zondag of een artikel specifiek over Israël. En dat zegt iets. We hebben wel het woord van God en we hebben dat ook met elkaar gelezen en willen ons daardoor laten leiden, ook in deze themadienst over waarom Israël. Gemeente hier in de kerk, thuis of waar dan ook, meekijkend, meeluisterend, ieder met ons verbonden. Waarom Israël? Ja, dat is een heel thema vanmiddag, een immens thema. Ik hoef je niet te zeggen dat het een onderwerp is waarover de wereld en ook helaas de christenheid erg verdeeld is. Zeg er dan maar eens iets over. Misschien denkt u, die dominee durft vanmiddag. Het is geen kwestie van durven, kan ik u zeggen. Het is een kwestie van geroepen zijn om het erover te hebben. En het zegt me ook wel wat, ondertussen, dat de wereld en de christenen zo verdeeld zijn over Israël. En het zegt wel dat juist Israël binnen het christendom en de buiten zoveel gevoelens oproep. Blijkbaar is er iets aan de hand met Israël. En het valt me trouwens ook wel op, en misschien herkent u dat, dat als er bijvoorbeeld een lezing wordt gegeven over Israël, je al snel mensen uit verschillende kerken en gemeenten tegenkomt. Ik was predikant in Sprangkapelle in Brabant,
En ik herinner me op een gemeenteavond, ik was daar al een poosje, kon het zo wat zien bij de mensen die er waren. Uit meer dan 10 kerken mensen samengebracht op die avond rond Israël. En dan zie je ook dat Israël verbindt. Het lastige bij spreken over Israël is ook, waar heb je het eigenlijk over wanneer je het over Israël hebt? Jongeren denken al heel snel aan de staat Israël. Of gaat het over het volk Israël? Hebben we het over het Jodendom? We moeten weten, en misschien weten we het ook wel, dat binnen die staat Israël ook Arabieren wonen. En Druzen bijvoorbeeld. En dat buiten het land Israël ook veel Joden wonen. In Amerika wonen er ongeveer net zoveel als in de staat Israël. Vandaar ook de enorme steun bijvoorbeeld van Amerika richting Israël. Nou, het maakt het er allemaal niet makkelijker op. Nou gaat het vanmiddag over waarom Israël? Dan bedoel ik toch vooral het volk van de Joden. En we kijken eerst naar Israël en zoals wij dat noemen, het Oude Testament. Eerste deel van de Bijbel. We lazen Deuteronomium 7. Ik hoop dat u het gemerkt hebt in het hoofdstuk dat God een bijzondere band heeft met dit volk. En dat God, dat merk je zo in Deuteronomium 7, het volk apart wil houden. Vers 3. U mag geen huwelijksbanden aangaan met mensen uit de vele volken die in Kanaan leefden, toen God zijn volk Israël daarbinnen had geleid. En we lezen over die bijzondere band van God met Israël voor het eerst in het bekende Genesis 12. Dan roept God Abraham en God zegt dat hij Abraham zal zegenen, tot een groot nageslacht zal maken. En zal zegenen wie hem zegenen en zal vervloeken wie hem vervloeken. En dan zegt God dat in Abraham alle geslachten van de aardbodem gezegend zullen worden. Nou, een vraag is dan ook altijd wel, wat wordt daarmee bedoeld? Wat is daarmee bedoeld? God laat ons zien in dat eerste grote deel van de Bijbel, het Oude Testament, dat God zich in deze wereld bekend maakt via een volk. Niet via individuen, enkelingen, maar via een gemeenschap, een volk. Die nakomelingen van Abraham. Ik zeg het wel eens zo. God zet voor de wereld een volk in de vitrine. Doet hen in de omheining van zijn geboden en de omgang met God leven. En dat is niet omdat God alleen met dat volk wil omgaan. In het Oude Testament mogen de niet-Joden er ook al bij. Rut mag er bijvoorbeeld bij. En Jona moet de mensen uit Nineveh redden van het oordeel van God. Maar God heeft wel een aparte relatie met dit volk. Omdat God via de concrete omgang met zijn volk zich in deze wereld bekend maakt. En mensen om hen heen ondertussen in de spiegel laat kijken. Zoals die mensen in Israël zijn, zo zijn ook jullie. En zo gebeurt dat als wij, als niet-Joden, ook dat Oude Testament lezen. Dus God laat meteen weten via Israël, ik zei het, dat hij niet maar via individuen werkt, maar met een collectief, een volk, een gemeente, met generaties ook. Met een verbond en een verbondsvolk. En dat God mensen binnen zo'n verbond, zo'n volk geboren doet worden. Op wie hij daarmee een stempel zet. En die hij meteen ook de opdracht geeft. Om zo voor en met God te leven. We zullen het weten, de besnijdenis is het teken voor de Jood dat hij een relatie met God heeft. Of die dat wil of niet. En hij krijgt, als het goed is, de Joodse man, de Joodse jongen, dat teken op de achtste dag. Nou, zo handelt God.
En in die geschiedenis van God met dat volk Israël leren we bijvoorbeeld, God regeert. En God bemoeit zich ook met politiek en met sociale wetgeving. Er mag geen armoede zijn binnen Israël. En God laat weten dat hij zonde serieus neemt. Zelfs zo dat hij op een gegeven moment Israël, dat beloofde land Kanaan, heeft uitdoen gaan. Ballingschap in naar Babel, we zongen het met Psalm 137. En God laat ook weten dat hij genadig is en trouw. Dat hij niet loslaat het werk van zijn handen. Hij dacht aan Israël en aan zijn belofte. Een rest van het volk keerde toch terug naar het beloofde land en de tempel werd herbouwd. En God liet de tijden door, gelovige Israëlieten, liederen schrijven, gebeden, psalmen, die ook aan ons zijn gegeven. Waardoor wij Godezijdank leren hoe de omgang met God kan zijn en mag zijn. En God geeft via Israël de geboden, de spelregels voor het leven. De omheining wordt ook gezegd, waarbinnen wij leven kunnen. Met God en met elkaar. En dat het voor heel de schepping goed is. God geeft via Israël aan de wereld wijsheidswoorden, spreuken. En ook profetieën. Woord van God in concrete omstandigheden. En voor de toekomst. Dus, als eerste vanmiddag. Bij lezen van de Bijbel en dan van het Oude Testament. Waarom Israël? Omdat God zich via dit volk bekendgemaakt heeft. Ja, aan de wereld ook bekendgemaakt heeft. Echt niet alleen voor Israël. Het heeft dus te maken met hoe God blijkbaar werkt. En waarom dan bijvoorbeeld dat antisemitisme de eeuwen door? Kan de wereld... Kunnen de andere volken het ten diepste niet hebben dat God daarvoor Abraham en zijn nageslacht koos? Zit daar de diepste wortel die samengaat ook met verzet tegen God voor het vreemde antisemitisme dat ook in onze tijd doorwerkt? Soms heb je het gevoel dat het weer oplaait. Vorige week zondagmiddag, we hebben het misschien gelezen, in de metro in Amsterdam, antisemitische spreekkoren, fans op weg naar het Johan Cruijffstadion, Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Hoe bestaat het dat mensen dat kunnen roepen? Hoe zit het vervolgens in het Nieuwe Testament? Nou, dan wordt het spannend. De Heer Jezus is een Jood. Denk aan de belijdeniscategorisatie met een aantal adoptiefkinderen uit andere landen. De vraag van een van hen was, hoe heeft de Heer Jezus eruit gezien? Niet als een West-Europeaan, niet als iemand uit Haiti, maar als een Jood. Hij had een Joodse moeder en Jozef, een Joodse man, moet zijn aardse vader zijn. En Jezus wordt besneden op de achtste dag. Het gaat met hem als met alle Joodse jongens en mannen. Maar er komt tussen hem en veel Joden, in elk geval tussen hem en de officiële Joodse leiding, een heel geding. En we weten het, dat Sanhedrin wilde op een gegeven moment zijn dood. En velen van het volk in de stad Jeruzalem roepen erom, kruisig hem. En dan zeggen ze zelfs die beroemd, berucht geworden woorden. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. En dan wordt wel binnen christendom gezegd, Israël heeft Jezus verworpen. Maar dat klinkt veel te algemeen. Want alle discipelen waren Joden.
alle apostelen. Paulus was een Jood. En het duurde zelfs nog wel even voordat ondervolgelingen van Jezus ook niet-Joden kwamen. Petrus had er een visioen voor nodig om te leren dat ook niet-Joden Jezus mochten volgen, Handelingen 10. Zullen we maar nooit algemeen over de Joden spreken? Ook niet als het gaat over de verwerping van Jezus. Al blijft staan dat Sanhedrin, die officiële Joodse leiding, tot de dood van Jezus besloten heeft. Maar Paulus in Romeinen 9 tot 11 schrijft ook niet algemeen over Israël. Hij heeft het in hoofdstuk 11 vers 25, we hebben het gelezen, over een deel. Over een deel is verharding gekomen. De eerste gelovigen in Christus zagen samengevoegd worden gelovigen uit het bijzondere volk Israël en gelovigen uit de heidenvolken. Efeze 2 bijvoorbeeld zegt, de scheidsmuur tussen Israël en de volken is weggebroken door Jezus Christus, Jood en heide, één in Christus. En dan moet er een synodevergadering komen. Handelingen 15 meldt het ons. En die moet spreken over die vraag. Moeten nou die gelovigen uit die heidenvolk zich ook aan de wetten van Israël houden? En in die vergadering, u weet het wellicht, wordt onderscheid gemaakt. Aan een aantal dingen moeten die gelovigen uit de heidenvolken zich ook houden. Een aantal, niet alle. Voor hen is er zogezegd meer vrijheid. En dan moet je zeggen, dus er is toch ook onderscheid en blijft er tussen gelovigen uit Israël en gelovigen uit de heidenvolk. Maar één in Jezus Christus, in zijn offer, in zijn genade, in recht voor God door Jezus de rechtvaardige, de ware Zoon van Israël, die de wet heeft vervuld. En ik hoop dat we het persoonlijk kennen, zo recht voor God, door Jezus, door geloof in hem. Nou, al heeft dat Romeinen 9 tot 11 al vroeg in de Bijbel gestaan, ik hoef het u denk ik niet te vertellen, al heel vroeg in de geschiedenis werd door velen Israël ook afgeschreven. En werd het, zij hebben de Messias verworpen. Tot zelfs de kerk is in de plaats gekomen van Israël. Zogenaamde vervangingstheologie. Anderen zeiden en zeggen, en ook dat hoor je wel onder christenen in onze tijd. Met die komst van de Heer Jezus is een nieuwe tijd aangebroken. Met zijn komst, zijn lijden en opstaan. En zij zeggen, het gaat niet meer om de volken op zich. Het gaat nu om de persoonlijke verhouding tot de Heer Jezus. En ze halen aan die tekst, Galaten 3 vers 28. In Christus is nog Jood, nog Griek. Nog besnedenen, nog onbesnedenen. En ze zeggen, dat telt allemaal niet meer. Als het ware telt het niet meer vanuit welk volk je geboren bent. Een nieuwe tijd is aangebroken. Het gaat erom hoe je persoonlijk staat tegenover de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus een Jood was, lijkt dan weinig of niets meer te zeggen te hebben. En raakt bewust of onbewust buiten beeld. Dat Jodendom kun je dan horen, is van de tijd van het Oude Testament, van het Oude Verbond. Er is een nieuw verbond gekomen met dat offer van de Heer Jezus. Hoe wij staan tegenover de Heer Jezus, dat telt. Met dus individualisme al snel daarbij. Ieder voor zich, voor God. En dat alles deed de vraag, waarom Israël ook buiten beeld raken? Werd Romeinen 9 tot 11 nog wel gelezen en wordt het nog wel gelezen? Worden de profetieën van Israël, de belofte van God waarin hij aangeeft voor altijd trouw te zijn aan zijn volk
En dat God die bijzondere belofte heeft gegeven van het volk op die plek, in dat land, wordt dat nog gelezen en geloofd? Maar Israël was verstrooid, het was verdreven. Joden leefden her en der en hadden op die plek geen Joodse staat. En het leek er helemaal niet op dat ze dat er ooit zouden krijgen. En we voelen aan, tot die gebeurtenissen in de vorige, de 20e eeuw, dat niet te begrijpen gebeuren. Dat nota bene in als christelijk bekendstaand West-Europa een machinerie en propaganda op gang kwam om Joden als minderwaardig te bestempelen. Zelfs om te laten brengen. Zo snel mogelijk. Mannen, vrouwen, kinderen. Kleine kinderen zelfs nog. Jodenhaat. Massamoord. Ik hoef het wel maar niet te vertellen. Ik moet u zeggen, het laat zich niet eens vertellen. Beschrijf. Het is te erg voor woorden. Misschien bent u ook wel eens in Auschwitz geweest. Ik was er afgelopen december. En als je jaren later leeft, denk ook aan jongeren in ons midden, ook vanmiddag, zou het zomaar kunnen dat je denkt, is dat nou echt gebeurd? Maar ontken het niet en ontken het nooit. En er zijn echte indrukwekkende getuigenissen over dat gebeuren. Ga ook maar eens naar Auschwitz. En goed dat die getuigenissen er zijn. En je zult toch zeker ook het dagboek kennen van Anne Frank. Hoe kon dit met Joden gebeuren? Dat hield na de Tweede Wereldoorlog veel Joden, veel christenen ook bezig. Ja, Joden ook, maar ook christenen. U weet misschien dat wel klonk, theologie naar Auschwitz. Met de vraag naar hoe zit het nou met God in dat gebeuren? Theologie na Auschwitz. Werkelijk alsof er een daarvoor was en een daarna. En het lijkt wel eens alsof we dat na zoveel jaar, 75 jaar na dat gebeuren, 78 jaar na dat gebeuren, wat kwijtraken. Verliezen we dan ook niet iets? Iets wat God ons heeft willen leren door de geschiedenis heen. Er kwam toen ook dat wonderlijke, dat Israël mede door het gebeuren dus van die Tweede Wereldoorlog, maar ook omdat decennia daarvoor al veel Joden zich vestigden in het oude Palestina, dat ze er een staat kregen, uitgeroepen 75 jaar geleden, in 1948. Een kunstmatig ingestelde staat, met zoveel risico's. En wat kwam er direct al een verzet? Werkelijk strijd om het bestaan van de staat en om de grens. Ik weet niet of jij wel eens gelezen hebt hoe het eraan toe ging in die eerste oorlog. Hoe wonderlijk Israël toch bleef. Daar moet God achter zitten. En wij christenen gingen ogen open. En werd Romeinen 9 tot 11 bijvoorbeeld er weer eens bijgepakt. God heeft blijkbaar zijn volk niet vergeten. Je zou het wel denken als je bedenkt dat hij op zijn minst Auschwitz heeft toegelaten. Maar blijkbaar denkt God aan de landsbelofte. Want op die oude plek komt een Joodse staat. En blijft er. Tot op vandaag. Ook al willen velen, ook uit Iran, het weg hebben. Ondanks alles de staat gebleven. U weet misschien dat soms ook wel die spannende vraag klinkt. Zou die staat ook nog weer eens weg kunnen gaan? De regering in Israël heeft ook een grote verantwoordelijkheid. Ook ten aanzien van de Palestijnen naast hen.
te midden van die gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, komt weer die vraag op, waarom Israël? Je ziet het, God is dat oude, bijzondere volk van hem niet vergeten. Hij heeft er nog steeds een bijzondere band mee. Want God is trouw aan zijn belofte. Je kunt op God aan. Hij maakt zich via Israël bekend aan de wereld. Maar er komen ook nieuwe vragen op. Is Israël, omdat het Gods volk is en omdat het op die plek leeft, is dan ook alles goed wat de staat, wat de regering doet? Terwijl binnen het land ook heel veel mensen heel seculier leven, ook veel Joden seculier leven, zonder omgang met God, nauwelijks de Sabbat houden. Anderen zijn helemaal geboeid door het orthodoxe Jodendom, dat verder gegaan is in studie van de wetten van God en daar soms indrukwekkend minutieus in leeft. Gaat God misschien met hen een aparte weg? Gaat God soms twee wegen? Eén voor de heidenchristenen die geloven moeten in Jezus en een weg toch voor de Joden in doen van Gods geboden? Maar die orthodoxe Joden kunnen de offers ook niet meer onderhouden, zoals die gehouden werden in de tempel. De tempel is er niet. De synagoge kwam. Allemaal vragen. Laten we maar gaan naar wat we lazen in Romeinen 9 en 11. In die hoofdstukken proef je Paulus' strijd en grote moeite ten aanzien van zijn eigen volk. Wat heeft Paulus aan de lijve ervaren dat veel Joden de boodschap over Christus niet wilden? En toch als hij in een stad kwam, ging hij weer naar de synagoge en preekte over Christus. Maar hij werd er nog eens uitgezet. En dan ging Paulus de straat op. Ging hij daar over Jezus preken. En dan kwamen mensen tot geloof in Christus. Niet Joden. Dat was voor Paulus een mysterie. En het bracht hem strijd. Wat wil toch dit gebeuren zeggen? En die strijd proef je in Romeinen 9 tot 11. Bijvoorbeeld in die beginversen van hoofdstuk 9 die we lazen. En het is duidelijk, kunnen we van leren. Paulus heeft nooit maar makkelijk het Joodse volk voor Jezus afgeschreven. Hij heeft ontdekt, door Gods geest geleid, dat God, zoals we het lazen in vers 25, en je komt dat meer tegen in de Bijbel, dat God een verharding over een deel van de Joden heeft doen komen. En dat daardoor Paulus ertoe gekomen is om naar die heidenvolken te gaan. En tegelijk, we lazen het in hoofdstuk 11, zit in die weg van God met Israël voor gelovigen uit de heiden, ik zeg het maar voor ons, dus ook vanmiddag, een geweldige waarschuwing, weer een les. Als God, en dan komt dat beeld, we hebben het gelezen van die olijfboom, als God enige takken heeft weggerukt en gelovigen van buiten op die stam heeft geënt, dan klinkt vers 18. Beroem u dan niet tegenover de afgerukte takken. Trouwens, wie bent u om te roemen? U bent de wortel niet eens. De wortel draagt u. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Even stoppen. Oké. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet heeft gespaard, dan is het mogelijk dat hij ook u niet spaart.
En leren wij in West-Europa momenteel niet deze les? Juist in ons werelddeel, waar zoveel mensen van Gods bijzondere volk zijn omgebracht. Kerken sluiten. Dat zijn grote zorgen. Kerken worden afgebroken. Door ongeloof worden takken afgerukt. Want christenen uit de heidenvolken hadden toch nog wel eens een hoge dunk van zichzelf. En dat verandert. Ik denk dat we dat allemaal merken, in welke kerk we ook zijn. Dat verandert, die hoge dunk, omdat God onze kerken snoeit. Brengt het tot verootmoediging en schuldbelijdenis? En dan klinkt vers 23. Ook zij, gelovig uit Gods bijzondere volk, zullen als zij niet in het ongeloof blijven, weer geënt worden. God is machtig om hen opnieuw te enten. Want als God al wilde takken op die olijfboom geënt heeft, hoeveel te meer zal hij natuurlijke takken erop enten? En dan komt het vers 25. Paulus geeft de geheimenis door. Er is voor een deel verharding over Israël gekomen. Maar daaraan is het totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan klinkt dat voor ons ook zo moeilijk te verstaan in vers 26. En zo zal heel Israël zalig worden. Wat is met dat heel Israël bedoeld? Is dat die olijfboom met die takken uit Israël en de volken? Of is met heel Israël toch alleen het Joodse volk bedoeld? En dan zelfs heel het Joodse volk? Allebei is mogelijk. Ook zie je vaker in de Bijbel dat een deel het geheel wordt genoemd. Dan wordt er gezegd, heel Israël kwam terug uit de ballingschap. Het was een deel. Nogal wat gelovigen de tijden door hebben op grond van vers 26 een bekering van veel Joden verwacht. En die verwachting is er ook vandaag onder christenen. Ze verwachten dat op het moment dat de volheid van de heidenen zal zijn binnengegaan. Leven wij niet in de tijd dat alle volken eens of vaker met het evangelie zijn bereikt? Herstelde God eerst het land en herstelt hij vervolgens het hart van zijn volk. U zult dominee A. Brons kennen. Hij werkte voor christenen, voor het CIS, Israëlstudies, werkte hij in Jeruzalem. Ik was met een groep in Israël en hij was bij ons op een zondagavond. En hij las met ons ook dat indrukwekkende Ezechiël 37. Heeft God eerst de beenderen er nu neergelegd in het land en blaast hij dan de geest erin? Wij leven in heel spannende tijden. Je moet het maar zien. Een paar conclusies vanmiddag. Je kunt uit de Bijbel niet opmaken dat God een aparte heilsweg gaat met Israël buiten zijn Zoon Jezus Christus om. Jezus maakte zich als eerste aan Israël bekend en verweet hen hun ongeloof. Hij zei tegen hen, niemand komt tot de Vader dan door mij. En Paulus verkondigde hen de Christus, de gekruisigde. Belangrijk om dat te zeggen vanmiddag. En je kunt tegelijk uit de Bijbel niet opmaken dat alle verschil tussen Joden en heidenen is weggevallen. Ook straks over de heerlijkheid bij God wordt gezegd dat daar alle volken, rassen en talen zullen zijn. Bij een volk horen houdt als het ware niet op. God heeft ook de volken geschapen. Israël blijft Gods bijzondere volk.
met bijzondere beloften die hij specifiek aan hen schonk. Zoals die belofte van het land. Theoloog Miskotte noemde dat onder andere het tegoed van het Oude Testament. Laten we op Gods volk letten. En liefhebben, omdat God hen lief heeft. Laten we, zoals Paulus ook schrijft in Romeinen 11, ze jaloers maken. Al was het maar om enige van hen te behouden, zoals het er staat. Er blijft dus ergens Israël en de heidenvolken. Dat is ook wel belangrijk om te beseffen als je mensen tegenkomt, ook onder christenen, die als niet-Joodse christen Joods willen gaan leven. Dat komt ook voor vandaag. Wil je dan Handelingen 15 lezen? Niet-Joden hoeven niet te doen wat Joden wel doen. Het lijkt erop dat het wel mag, maar zeker niet moet. En de Galatenbrief daarin roept God ons op. Laat het houden van de geboden niet je houvast zijn. Je houvast kan er alleen maar zijn in Christus. Door de genade die er door hem is verworven. Er blijft een onderscheid. Er is nog een conclusie te trekken. We merken rond Israël dat God geschiedenis schrijft in de wereld. Sommige mensen denken, alles gaat altijd maar in cirkelgang. Het is een komen en gaan, opgaan, blinken en verzinken. Nee, we gaan niet alleen maar in cirkels. Er is nooit wat nieuws onder de zon. God schrijft een weg door de geschiedenis. God opent ogen door wereldgebeurtenissen heen. God heeft echt de geschiedenis in handen. Dat leert Israël ons. En in die geschiedenis komt er blijkbaar een tijd dat de verharding van Israël, of beter gezegd dan misschien, de verharding van een deel van Israël, zal worden weggenomen. De ogen zullen opengaan. Het deksel zal worden weggenomen. En ze gaan Jezus zien. Het aantal Messias beleidende Joden groeit. Zie je het? Het is tegelijk om iets om voor te bidden. En naar te verlangen. En naar het moment dat Jezus terugkomt. En hij zal zijn alles in allen. Amen.